Welkom bij Iedereen kan haken. We hebben de Afrikaanse roos gemaakt, de vorige keer, dus deze. En nu gaan we daar een zeskant om maken. En ik wil eerst even zeggen hoe blij ik ben met alle abonnees en alle leuke reacties die ik krijg. En ik zou willen vragen om onderaan de video het duimpje omhoog en ook te abonneren. Want dan krijg je iedere keer alle leuke haaksteken te zien. En ik help je stapje voor stapje op weg. Dus ook een beginnende haakster die... of haker, want ik zie ook wel meer mannen. Ja, dan kan je alles maken wat je maar wil. Maar je moet het stapje voor stapje leren. Vandaag gaan we dus het zeskant hexion maken. En ik heb deze al gemaakt. Hier zat dus een aan het laatste dit randje. Is een blauw randje en dan heb je een witte zeshoek eromheen en dan komt het er zo uit te zien, maar omdat dit al wit is, is dit een vrij wit zeshoek geworden. En hier heb ik dus deze laatste rand van vaste, die was wit en nou valt die bloem er helemaal heel leuk in. Maar je kan natuurlijk allerlei kleurtjes gebruiken en we gaan gewoon beginnen en dan leer je hoe je dus een zeshoek kan maken. Het zijn eigenlijk alleen maar stokjes en op de hoeken bovenaan deze waaier op het middelste stokje, en dit zijn er 7, daar zet je in één steek, hier zet je in één steek 2 stokjes met een losse tussen, dus dit noemen ze de V-stitch. De V-steek. Maar we gaan gewoon beginnen en dan leg ik je stap voor stap uit hoe je deze zeshoek kan maken. Ik zal even zeggen wat je nodig hebt. Sowieso de African Flower. En deze heb ik al uitgelegd in een eerdere video. En die staat bij Iedereen kan haken, dus als je op YouTube zoekt naar Iedereen kan haken, daar staat de Afrikaanse flower. En ik zal hieronder in de link op het einde van de film, zal ik deze bloem een linkje inzetten, zodat je deze bloem ook kan vinden als je nu met de zeshoek ook wil beginnen en je hebt de bloem nog niet gemaakt. Dus je hebt nodig de Afrikaanse bloem, haaknaald nummer 10, een bolletje wol, en dat mag alle kleuren zijn, maar je moet hem wel dubbel maken omdat we met haaknaald nummer 10 haken. Dus je maakt van 2 bolletjes eerst 1 bolletje, want anders zitten er 2 bolletjes je in de weg. Dus echt een bolletje met dubbele wol. Een centimeter, en dan zal ik even deze zeshoek opmeten van links naar rechts van de breedste punten. Dat is 21 centimeter en van deze kant is het 19, dus vanaf de hoeken tot hoek is het 21 centimeter. En je hebt nodig een schaartje. En om de draadjes af te werken, een fijne stopnaald. Dan gaan we beginnen met een opzetlus. En je haaknaald. En dan pakken we een African Flower. En we beginnen niet op deze verlengde vaste, maar hiernaast. Dus we beginnen in deze steek. En dan zetten we hem in. Dan pak je het eerste lusje. En je haalt je draad op. En je zet hem met een halve vaste vast. En dan beginnen we met 1, 2, 3 lossen. Dan gaan we
tot die bovenste. Dus deze telt mee als een stokje. En dan moeten we nog 1, 2 stokjes zetten. En in die vierde zetten we een dubbele. Dus zetten we een stokje, een losse en een stokje. Dus hier komt de V-stitch. Dan gaan we beginnen met nog 2 stokjes. Dus je telt elke keer tot 3. Dus 1, 2, 3. En dan die vierde, dat is het stokje waar een losse op moet. Dus nu zet je nog een losse. En nog een stokje. En dan gaan we weer 3 stokjes zetten. 1, 2, 3 op elke voorgaande vaste. Dus op elke steek. 1, 2, 3. Dan zijn we nu bij die verlengde. Daar zetten we ook een stokje op. Maar zo tel ik elke keer. Dus dit is een stokje. En dan, dus dit is een gewoon, het zijn allemaal stokjes. Maar het makkelijkste om goed boven hieraan uit te komen is te tellen dan hierna tot 3, dan tot de verlengde V-steek en dan weer tot 3 in de volgende steek. 1, 2, 3. Dan komt het bovenste, de bovenste steek bovenaan de waaier. Die gaan we dubbel doen, dus 1 stokje, 1 losse en 1 stokje. En dan gaan we weer naar beneden werken met 3 stokjes. 1 2 3. En dan gaan we in die verlengde steek het vierde stokje. 1. En dan gaan we weer 3 stokjes in elke steek. 1, 2, 3. En dan gaan we hierin, in de volgende steek, gaan we een stokje, een losse en een stokje doen. En dan heb je weer een hoek gemaakt. En zo ga je de hele toer verder, maar ik ga gewoon even meehaken. Kijk, en dan blijft dit mooi recht lopen. Dan weer 3 stokjes. Twee, drie, dan weer in de verlengde een stokje en dan weer drie stokjes. 1, 2e. En dit is de 3e. Dan in de 4e, dit wordt een V-steek. En een losse. En weer in dezezelfde opening een stokje. Dus dan heb je ook alweer een hoek van de zeskant. En dan weer naar beneden werken met 3 stokjes. 1, 2,
kijken of ik wel uitkom. Want we hebben hier een stokje op. 1, 2. Ja, en dan zetten we hierop nog een stokje op de verlengde. En dan weer 3 stokjes op de voorgaande stokjes. Eventjes een draadje naar wegwerken. Dus we hebben er in totaal 1, 2, 3 op de verlengde, dan weer 1, 2, 3. En dan gaan we op deze, op het vierde stokje, een dubbel stokje zetten. En dan weer in elk stokje. Of in elke vaste een stokje. Ik heb een knoopje in mijn garen, maar ik ga even gewoon door. 1, 2, dus dit is de V. 1, 2, 3. Op de verlengde een stokje. Dit is 4. En weer 3 omhoog. 1, 2, 3. En dan zijn we weer op het vierde stokje. Dus we hebben hier 1, 2, dit is de dubbele. Dan 1, 2, 3. Dan de verlengde is 4. Weer 1, 2, 3. En dan gaan we weer een dubbel stokje met een losse ertussen. Of een gewoon stokje, een losse en in dezelfde opening weer een stokje. En dan moeten we nu nog 3 stokjes. 1, 2, 3. En we zijn na de verlengde begonnen. Even kijken. Dus ja, we zijn precies, we komen hier wel uit. 1, 2, deze telt mee. Nee, we moeten nog 1 stokje en nou smokkel ik even hoor, dan, want ik kom toch niet goed uit, maar dan zet ik in deze in het begin een stokje. Want anders kan je ze straks, als dit niet klopt met het aantal, dan kan je ze niet aan elkaar naaien. Dus we pakken nu de 1, 2, derde lus van boven en we sluiten de zeshoek. Je trekt aan je draad en je werkt hem af. En dit is de zeshoek. Je moet gewoon eigenlijk tussen die dubbele op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stokjes uitkomen. Maar, en dat moet gewoon, want anders dan kan je ze niet aan elkaar haken straks. Want straks ga je ze hier met die 7 stokjes en die hoeken weer netjes aan elkaar zetten. En dan, maar dat leg ik later uit hoor. Dit is in ieder geval de zeshoek. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En weer in dezelfde opening een stokje, een losse en een stokje. En dan heb je een zeshoek. Dus dit is de uitleg voor de zeshoek. Nu ga ik het draadje even afwerken. En dan zal ik er nog één doen en dan beginnen we met deze 6 hoeken aan elkaar te naaien. Dan zie ik je zo weer terug. We gaan nu de 6 hoeken aan elkaar haken. Ik zei net naaien, maar het wordt echt haken.
En als je deze randjes wil zien, dan ga je met lussen werken. Dus lussen van het ene lapje en een lus van het andere lapje. En die haak je aan elkaar. En dan krijg je dit resultaat. En in die hoeken zet je hem gewoon vast met een halve vaste. Maar we gaan het dadelijk heel rustig doen. En dan krijg je deze naad. Dus je pakt twee zeshoeken. 1. 2. Wil je ze iets platter hebben, dan leg je ze van tevoren even allemaal onder een dik boek. Dan zijn ze lekker plat. En de goede kanten, die leg je op elkaar. Dus je draait je werkje op elkaar. En dan pak je de goede kanten. En dan pak je de hoeken vast. En dan zie je hier de steken. En de steken moeten op elkaar aansluiten. En de methode die we nu gebruiken, dan pakken we hier deze eerste lus van het lapje wat ik nu aanwijs en de achterste lus van het achterste lapje. En ik zal even een ander kleurtje pakken, zodat je kan zien wat je moet doen. Maar het mooiste is, als je het aan elkaar haakt, dat je dan gewoon, als dit wit is, dat je ook wit pakt. Je maakt een lus. En dan pak je die lapjes bij de hoeken en dan ga je doorheen. En dan pak je je bolletje. En deze steek je gewoon, deze draad haal je op. En die haal je gewoon door. En die zet je wel vast met een vaste. Dus je haalt nog een keer om en je zet hem door twee lusjes. Dus dit is het begin. Dan pakken we van dit eerste lapje dit eerste lusje. En van het achterste lapje het achterste lusje. Dus je moet wel die steek van dat stokje hebben. De steek van het stokje. Dus deze is makkelijk, want die heb je hier ook. De eerste lus pak je, want dit is de hele steek. Dus je pakt deze steek op en je pakt de achterste steek op. En je haalt je draad op en je gaat door drie lussen. Van deze V-steek pak je de eerste die je ziet op en van de andere steek, deze heb je net gehad, pak je de achterste steek op en je pakt je draad op en je doet door drie lussen. Je pakt je eerste steek op, je pakt je achterste steek en dan moet je gewoon even goed kijken hoe dat die stokje in elkaar zit en hier het steek en hier dit is de achterste. Je pakt je draad op en door alle drie. Je pakt je eerste lus. Je pakt van het volgende stokje, dit stokje, de achterste lus. Je draad door drie. Je eerste lus. Het volgende stokje, de achterste lus. Je draad door drie. De eerste lus, de achterste lus en je draad door 3. Eerste lus, achterste lus, je draad door 3. Eerste lus, de achterste lus, je draad door 3. Eerste lus, de achterste lus. En je draad door 3. En dan zijn we hier op de hoek. En dan kan je gewoon door de twee openingen, je haalt je draad op. En hier maak je dan een vaste van door je draad om door 2. En deze kan je afhechten. En dan is dit het resultaat aan de verkeerde kant. En aan de goede kant heb je hier deze mooie lusjes aan de voorkant zitten. Wil je dus zeker weten dat die lusjes aan de voorkant zitten, moet je
onderweg dat je aan het afhechten bent of aan het aan elkaar zetten, moet je het gewoon even controleren, want anders moet je het echt uithalen, want dit is echt het werk waar je op kijkt. Kijk, en als je het zo ziet, dan kijk je er echt op, dus je moet hem met dezelfde kleur aan elkaar haken en die lusjes aan de voorkant houden en dan krijg je een mooi effect. En dan gaan we dadelijk, als je weer zover bent, dan gaan we deze kant aan elkaar zetten. Dus het is echte driehoek. Dus je gaat eerst de zijkantjes doen en dan pak je de lange kanten. En die kan je in één keer doorhaken, dus dan is dit een opschieter. En dan zie ik je zo weer terug. Als je de draadjes afgewerkt hebt, dan gaan we deze hoek doen. En dan zie ik je zo terug. We zijn nu terug om de lange kant aan elkaar te haken. En je legt dus je hebt eerst die korte kanten gedaan. Ik heb net uitgelegd hoe je de lusjes moet pakken. Dan ga je weer de goede kant op elkaar leggen. Dus je legt het zo neer. Je legt je werk van punt tot punt. En dan pak je je haaknaald en een bolletje wol. Je maakt een lusje. En ik pak even een andere kleur. Maar het mooiste is met dezelfde kleur alles af te werken. En dan pak je die hoeken, allebei deze hoeken. En dan heb je eerst, pak je de eerste hoek en dan zet je in die punt je haaknaald erin. En je begindraadje mag je meehaken, maar om het uit te leggen doe ik het nu even niet. Je pakt je draad op en je haalt hem door. Dus je hebt nu deze meegenomen, deze zeskant, en nu ga je de andere zeskant pakken. En dan ga je ook weer insteken en op deze, in de zeshoek, pak je weer je draad op. En dan heb je ze allebei vastzitten. Dan ga je weer deze hoeken met elkaar verbinden, de hoeken. En dan leg je je werk weer zo recht voor je. Zoals je het net hebt gedaan. En dan ga je weer de lusjes pakken. Dus je pakt weer van het eerste stokje het eerste lusje. En je pakt hier van het eerste stokje het laatste lusje. En dan weer pak je draad op door 3. Je pakt weer het eerste lusje. Je pakt het laatste lusje. Je pakt je draad op door 3. Je pakt van het volgende stokje je eerste lusje. En je pakt het laatste lusje door 3. En je pakt weer de eerste lus. En je pakt van het volgende stokje de laatste lus. En dan weer door 3. Eerste lus. Laatste lus. Door 3. De eerste lus. En hier moet je even kijken, want dit was een stokje, die hebben we gehad. Dus te pakken we de laatste lus. Oh, wacht, de laatste lus. En hier ben ik. Even kijken, dan draai je je werk even om. Om te kijken of je goed zit. Kijk, hier heb je, zie je dus door het kleurverschil dat deze zijn goed gegaan. Deze rij. En hier, doordat ik even een kleurverschil heb, zie ik dat ik hier het verkeerde lusje heb gepakt. Dus we gaan even terug uit. En dan haal je je werk, is beter om het uit te halen dan dat je het laat zitten. Want de afwerking is echt belangrijk. Je pakt je eerste lus. En van de V-steek zie je, dit is de laatste lus van het bovenste lapje. En nu zit je goed. De eerste lus.
En de laatste lus. De eerste lus. En de laatste lus. Dus je pakt echt die van die V-steek, hier de laatste lus. En dan door 3. En op een gegeven moment heb je een ritme in hoor. De eerste steek, de laatste steek, door 3. De eerste steek, de achterste steek, ja hoe je het ook noemen wilt, door 3. Dan weer de eerste en de laatste. Kijken waar we nu uitkomen. Oh, we zijn nu al op de hoek. Dus deze hoek moet met deze hoek verbinden. En dan pakken we nu nog even deze steek mee. En dan gaan we nu verbinden met, dit is de 2 stokjes in 1 opening. Dus dit is de hoek, daar steek je in. Dan pak je de rechtse hoek mee. Daar zet je een vaste in. En dan ga je in deze, want dit is een enkel lapje wat je hebt, nog een keer insteken en dan pak je de andere hoek mee. En dat is deze hoek. Dus dan neem je de hoeken mee. En dan zet je ook een V in. En dan ga je je werk weer zo draaien, dat je die 6 hoek weer aan deze kant hebt. Dus die rechterkanten weer aan elkaar. En dan ga je weer die lussen maken. En nu zijn we bij deze opening aangekomen en we hebben hier weer de stokje, de V-stitch. Dus we gaan weer in deze opening en in de opening van de hoek, deze, daar haal je je draad op en zet je hem vaste. En je pakt deze mee, dus je pakt ook weer de opening van de hoek en je pakt hem in die V-steek nog een keer en dan haal je de draad door en nog een keer om en dan heb je nog een V-steek of een vaste en dan ga je weer verder met die 6 kantjes. Dan leg je je werk weer zo lekker recht neer en je gaat weer verder tot de hoeken. Ja, nu heb ik het denk ik zo goed mogelijk uitgelegd. Je zorgt dat je steken aantal gelijk zijn en dat je ook echt recht blijft haken. En dan zal ik nu de voorkant laten zien. Kijk, je ziet hier dus op die hoeken dat je dan een soort driehoekje krijgt. En gaan we hier verder, kijk, dan zet je hem nog een keer op die driehoek vast en dan krijg je een ja, een driehoekje. En dit zijn gewoon de steken die je krijgt als je een zeskant aan elkaar haakt. Dus ik zou zeggen, veel succes, duimpje omhoog en abonneer hier op mijn foto aan de onderkant. En je mag deze je video ook altijd delen met iedereen en graag vermelden dat je dit gevonden hebt bij Iedereen Kan Haken. En ik wens je veel plezier, je kan hier van alles mee. En bedankt voor het kijken.